Als je state-of-the-art opleidingen nodig hebt, dan kan het handig zijn om de handen in elkaar te slaan, zelfs met je concurrenten. En de VDAB is dan een uitstekende partner. Welkom bij ZHR. Zal ik je aan de andere kant? Dat gaat wel, hè. En zo gaan die, hè. De samenwerking hier in Zeebrugge, hoe en wanneer is die gestart? Eigenlijk is dat gestart begin de jaren 90. Toen is er een internationaal verdrag in voeg getreden. Dat oplegt dat alle mensen aan boord van schepen die wereldwijd ingezet worden, bepaalde certificering en brevetten moeten hebben. Dus vandaar dat wij toen beginnen uitkijken zijn naar een internationaal erkend maritiem centrum, waar de goede opleidingen konden gegeven worden en waar ook de nodige brevetten aan vasthingen. Ja. En dan moeten jullie de juiste partners vinden natuurlijk. Klopt, en voor ons was de VDAB Zeebrugge de beste partner, omdat hier de faciliteiten voorhanden waren om al die opleidingen op een goede manier te kunnen geven. Ja. Hoe is dat dan verder geëvolueerd? Wij zijn toen samen gaan zitten met de verantwoordelijke van de VDAB en met onze collega baggeraars van DEME. En met de drie partners zijn we vrij snel uitgekomen en tot een goede samenwerking kunnen komen. Ja. En als je iemand moet vertellen wat het grootste verschil is tussen een rescue en een lifeboat. Dat is onze rescue. Bruno, je bent HR manager bij DEME. Wat doen jullie hier? DEME baggergroep wil zeggen varen met schepen. Altijd maar technologischer, belangrijker, groter, meer krachten enzovoort. En onze mensen leren hier eigenlijk de stil op simulatiemateriaal. Want je kan het eigenlijk moeilijk permitteren dat mensen dat de facto gaan leren. Op simulatieklassen kan je les een foutje maken. Kan je lessen trekken uit wat je gedaan hebt. En dus die simulatietools zijn echt wel heel erg belangrijk voor onze varen. Nu, binnen jullie HR-beleid, hoe belangrijk is levenslang leren daar? Ja, het is één, belangrijk omdat mensen inderdaad in een genormeerde sector werken en dat moeten doen. Maar twee, het is ook bijzonder belangrijk omdat de technologie van baggerschepen zo snel evolueert. Ja, dan met je kennis van 5 jaar terug kom je vandaag op een modern baggerschip en ben je totaal gedesoriënteerd, zeg maar. Dus je moet echt wel zien dat je mensen continu mee zijn, continu nieuwe zaken kunnen aanleren. En dat is onze plicht om dat te organiseren. Ja, toch opmerkelijk dat naast DEME ook Jan de Nul hier zit. Hoe werken jullie samen? Door samenwerking creëer je voldoende massa om nieuwe zaken op te starten. Die je misschien alleen later maar zou doen of wat afwachten enzovoort. Dus vandaar ook logisch dat we samenwerken en met andere baggerbedrijven, maar ook met andere deelsectoren die in dat nautische actief zijn. Dus door samen te werken zijn jullie ook samen altijd mee? Door samen te werken zijn we minstens altijd mee in de basiscompetenties voor onze mensen. Ja. Dit centrum is absoluut een baken in de wereld van de maritieme opleidingen. Samen sterk, voor werk. Ahoy!